En het is warm. Maar het is de laatste dag dat het zo warm is. Ik heb hem op. Acht, wacht. En dan moet ik zelf koken. Oh, sorry. Nee, dat gaat niet. Oh, sorry. Ja, jawel. Sorry. En dan moet papa wachten. Bedankt, hè. Goed zo, dan heb je papa een keer gepest. Ik weet wat je nog hebt. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben nog niet eens gedoucht en aangekleed en Sarah die is alweer weg. Die is naar Mila, die stond net voor de deur of ze wilde komen zwemmen. Dus ik ga even mijn huis weer wat aan kan brengen. Lang leef verbouwingstroep en een verbouwing die echt een eeuwigheid duurt. Maar goed, we komen langzaam ergens. En vanmiddag wordt het wat leuker, dus nu even tempo erin en dan daarna douchen. Ik ga echt pas douchen als ik klaar ben, want met dit warme weer wil ik het echt niet andersom. Ik kleed me echt pas daarna aan. Dus ja, dat. Ik ben ondertussen ook aangekleed en opgemaakt. In ieder geval heel basis make-upje. Ik heb deze top aan, die heb ik lang niet meer aangehad. Die is van Liu Yo. En deze rok van Karen Millen. En lekker blote voetjes, want ik ga de deur niet uit. Wij zijn nu gezellig met Kitty. En ze heeft zwart haar. En het is warm. Maar het is de laatste dag dat het zo warm is. Oké. Jij mag beginnen. Zo. Als papa. Nou, als je nou twijfelt, kan Kitty wel even bij je meekijken, denk ik. Oh, en wat heb ik? Acht, wacht. Ja. Dus wie is er dan? Ik. Ja. Heel goed. Papa. Goed zo. Je kan het wel. Ik heb hem op. Acht, wacht. En dan moet ik zelf koken. Oh, sorry. Ah, ik kom hier. Heb je geen hier? Ik heb wel een andere. Ja, papa, toch? Ik heb een boer. Dan hier dan. En een vrouw. Wat, ben je een boer? Ja, je zit binnen, maar het is wel lekker nu tegen de benauwdheid. Wat dat betreft ben ik wel even blij. Ja. Ik moest even pakken, dus. Maak maar. Nee, dat gaat niet. Oh, sorry. Ja, jawel. Sorry. En dan moet papa wachten. Bedankt, hè. Goed zo, dan heb je papa een keer gepest. Ik is nou kwijt wat je nog hebt. Oeh, dan moet papa twee token aan. Jee, ik ben zo blij. Heb je een twee? Nee, of een joker? Oeh, nou moet papa de 7 kopen. Oh, nou moet mama de 9 kopen. En ik kan niet meer. Wij gaan weer dark verder kijken. Oké, een beetje in donker. Maar het is binnen nu echt heel benauwd. Zo zie je echt heel erg maar op lijst. Dus ik denk, ik ga buiten even in de krekels. En het is zo lekker naar buiten. En dan voel je hoe benauwd het eigenlijk heel de dag al in huis is. Maar omdat het buiten natuurlijk zo warm is, voelde dat overdag niet zo erg. Oh, het is echt lekker. Alleen je hoorde de krekels. En echt vanaf dat ik film, is het bijna stil. Je hoort ze een heel klein beetje in de verte. Maar echt, net hoorde je het echt keihard. Ik vind het altijd echt een leuk geluidje. Dus ik moet gaan editen. Maar ik wil er gewoon heel even afkoelen. Het is echt fris buiten. Dat vind ik echt wel het voordeel van onweer. Die benauwdheid is er helemaal uit. Echt heerlijk. Het was echt benauwd vandaag. Op zich heb ik niet zoveel problemen met warmte. Het is die benauwdheid waar ik af en toe dan wel last van krijg. Maar goed. Oh, nog even een paar minuutjes genieten. En ik wil op tijd naar bed zo. Want ik moet morgen best wel betijds op. Het valt mee, maar in het ritme waarin wij nu al 3,5 week leven, is het echt wel heel vroeg voor mij nu.
Dus, en ik denk dat als ik om een normale tijd naar bed ga, dat ik helemaal morgen er niet uit ga komen. Dus ik moet wel even op gaan schieten en op tijd gaan slapen een keer. Gelukt, hij staat te renderen. En als hij klaar is, snel uploaden en mijn bedje in. Ik ben er klaar mee voor vannacht en ik ga redelijk op tijd mijn bed in. Het is me gewoon gelukt. Dus alleen nog even snel de vlog afsluiten. Ik wil je wederom bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dat vind ik helemaal leuk. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!